De Tijd is een brede zakenkrant. Dat betekent, het is een zakenkrant die de wereld niet afweegt aan de evolutie van de beursindexen, maar die het boeiende van de economie elke dag aan zijn lezer aanbiedt. De Tijd is altijd al een voorloper geweest wat betreft het digitale. Het was de eerste krant in België die de betaalmuur heeft ingevoerd, maar die daar meteen ook een web-first-politiek heeft aangekoppeld. De lezers van De Tijd zijn mensen die beslissingen nemen op basis van de informatie die ze in onze krant vinden en die willen dat dus ook snel ter beschikking hebben. We hebben vorig jaar de digitale krant gelanceerd. Nu, op iPad hebben de meeste kranten gewoon een pdf-achtige versie van hun krant. Wat hebben wij gedaan? We hebben gezegd, kijk, we gaan die krant vastpakken en we gaan daar de perfecte digitale krant van proberen te maken. We hebben al een aantal jaren geleden beslist dat ons verdienmodel digitaal niet anders zou zijn dan ons verdienmodel op papier. We vinden dat kwaliteitsjournalistiek een prijs heeft en dat je die moet betalen los van het kanaal waar je die consulteert. Vorig jaar hebben we heel hard geïnvesteerd in de herlancering en de verrijking van onze weekendkrant op papier met een mooi magazine erbij, Sabato. Die is vorig jaar teruggestegen in losse verkoop en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. En ik denk dat print nog altijd een mooi leven beschoren is. Ik denk als je voor dit vak kiest, journalistiek, dat je dan een hersenkronkel hebt die anderen niet hebben. En dat is ook een hersenkronkel die rusteloos maakt in de zoektocht naar nieuws en het blootleggen van dingen die anderen liever verborgen houden. Mijn naam is Frederik de Laplace, ik ben redactiedirecteur bij De Tijd en Lico. De essentie, ook in digitale tijden, is dat je een heel herkenbaar en een heel juist merk bent. Ik geloof heel hard in het concept van the more noise there is, the more filter we are. Ik ben Isabel Albers, hoofdredactrice van De Tijd.